quiescat in pace. Nou, we zijn hier vandaag bij Ubisoft samen met... Arie Komen. Hoi, goeiemiddag, avond, ochtend, wanneer je dit kijkt. Dat weet je nooit, wanneer mensen gaan kijken. Dus ja, leuk. Dus dat is... Wie kent hem niet, zou ik zeggen? Ik ken er genoeg die me niet kennen, dus ik zal me even voorstellen. Ik ben Arie Komen. Ik zat bij de Lama's, Arie Sylvester. Bij de Lama's werd ik er echt moe van. Dan liep ik op straat en zeiden mensen, hey Lama! Dus toen ben ik een reclame gaan doen en daar kennen mensen me nu de meeste tijd van. Dus ik ben die eikel van, dat is mijn winkel. Dat doe ik ook. Wat vind je het leukste aan je werk? Wat vind ik het leukste aan mijn werk? Aan mijn echte werk vind ik het leuk dat ik gewoon... ik heb ook een echte baan. Hey, ik ben grafisch vormgever. Daar vind ik het leuk van dat je mensen ziet lopen in je shirtjes en je ontprints en je dingetjes. En van het comedywerk vind ik het leukste dat je mensen aan het lachen maakt. Dus gewoon, er is geen dankbare beroep dan comedian zijn. Want als je een grap vertelt en het werkt, dan lachen mensen direct. Weet je, dus je hebt een bakker heeft nooit dat mensen gewoon zo, oh dat is lekker brood. En dat hij ook nog eens applaus krijgt, weet je wel. Of dat mensen gewoon staan en klappen, weet je. Een bakker zo, ja, dank je. Weet je, dat krijgt hij. Maar comedians krijgen gewoon een vette lach en ja, applaus ook na afloop. Dat is ook wel, hoe vaak krijg je dat? Nou, game jij wel eens, Arie? Ik game niet wel eens, ik game best wel vaak. Ik game, denk ik... meer dan gamers gamen, denk ik. Dus je bent eigenlijk gewoon een nerd? Dat vind ik niet zo leuk dat je dat zegt. Maar het is wel zo, ja. Ik denk dat ik best wel een nerd ben. Ja, maar het is niet dat ik gewoon ook echt de hele dag achter mijn computer zit. Oh, dat doe ik ook. Jeetje. Ik ben echt een nerd, wat erg. Ja, ik ben een nerd. Shocking news. Arie Komen is gewoon, net zoals ons, een nerd. Ja. En als je gamet, nou, welke spellen game je dan zo? Ik heb gekeken op mijn order history, wat ik allemaal speel. De meeste tijd is gezeten in Assassin's Creed 2. Daarna op de voet gevolgd Assassin's Creed 1. En daarna komt Assassin's Creed 3. Dus ik denk dat Assassin's Creed heel erg bovenaan staat. Daarna komt Call of Duty. Daarna weet ik het eigenlijk niet zo. Maar dat is zoals een beetje waar ik het meeste tijd in heb gestoken. Maar Assassin's Creed staat echt gewoon ruim bovenaan. Echt wel ver. Nou, en waarom vind je Assassin's Creed dan zo vet? Want ik kan me er eigenlijk bijna niks bij voorstellen, maar... De sensatie die je beleeft voor de mensen die nog nooit Assassin's Creed hebben gespeeld. Als je Assassin's Creed 1 speelt en je komt voor het eerst in het Kingdom. Dus het koninkrijk wat buiten de steden verbindt. Dus het is Damascus, Jeruzalem en Acre. En de eerst in een toren klimt en daarna Altair ziet synchroniseren. Dat momentje is gewoon... Ik weet dat ik gewoon zeg... volgens mij kom ik gewoon kwijl uit mijn bek. En denk ik, ja, dit is gewoon... En een week later werd ik gebeld door een van mijn beste vrienden. Dus ik ben nu game aan het spelen. Ik zit boven in een toren. En ze zijn gewoon met Assassin's Creed, ja. Ja, die heb ik uit. Heb je die uit? Hoe heb je dat? Ja, gewoon heel veel uren erin steken, pompen en doorgaan. Dus maar ik had op een gegeven moment gehoord dat... Een van die jongens van de Game Kings, die had dus iets van 72 dagen in een game gestoken. En ik denk van, wauw, dan ben je echt baas. Volgens mij was dat Skate. Die had 72 dagen aan Call of Duty gedaan. Dan ben je echt wel baas. Maar ik bedoel, ik denk dat ik nu ook wel zoiets aan Assassin's Creed kom. Maar ik heb hem dus al een paar keer uit en dat soort dingetjes. En ik verzamel ook alle schatten en alle vlaggen en alle veren. Dat vind ik dan ook wel, een game speel je uit of niet? En ik speel hem uit. Dus je speelt hem gewoon op 100% altijd uit. Ja. En welke Assassin's Creed vind je tot nu toe de beste? Ja, het klinkt ze. Ik vind ze eigenlijk... De 1 is gewoon... Hoort dan het minste te zijn, want die was het meest repetitief. Maar die was juist weer zo goed vanwege dat alles kon. Je kon gewoon overal in de stad lopen. En Assassin's Creed 2 was weer een stap verder, omdat je dan mensen vanuit een hooiberg kon vermoorden. En Assassin's Creed 3 is weer omdat je dan ook weer recruten erbij hebt. Dus het is, ieder game is uit weer een stap beter geworden. Maar ja, dus eigenlijk zou 3 het beste moeten zijn. Maar 2 is ook heel goed. En 1 is eigenlijk ook weer vet, omdat daar gewoon, weet je wel, daar begint het. Weet je, dus ik zou niet zo een keuze kunnen maken. De minste zijn in ieder geval de andere consoles. Dus op de DS en op de PSP, die vind ik minder.
Nou, er komt ook een nieuwe Assassin's Creed, zoals je misschien al wist. Assassin's Creed Revelations. Verheug je erop? Of heb je zoiets van, nou zijn ze het wel een beetje uit het melken? Ik heb dat dus aan de ene kant als het nou zo zou zijn, als je gewoon, als ik er genoeg van had van het figuurtje, zou ik daar wel zoiets hebben gezegd. Ja, maar die Ezio, wat een lul. Maar ik vind nu wel weer lekker dat Altair ook weer speelgerechtigd wordt. Weet je, wat je ook in deel 2 had, dat die eventjes voorbij kwam. Dus ik vind het wel fijn. En aan de andere kant ben ik nu al nog benieuwder wat dan het einde gaat worden. Want als ze het verneuken zoals Lost het einde verneukte, of zoals Star Wars het einde verneukte, dan ben ik ook in staat om gewoon naar Montreal te vliegen en gewoon een paar bommen op Ubisoft te gooien. Dat is ook wel, want je mag niet gewoon, het is, weet je, de Matrix deel 1 was gewoon fantastisch. Ik heb in de Matrix de bioscoop gezet en ik dacht, wow, het is een soort openbaring van religies die bij elkaar komen. Dat klopte, maar de Matrix deel 2 en deel 3 had ik zoiets van, disappointed. Dus, maar ik denk en ik zie alles wat dusver uitkomt van Assassin's Creed. Ik heb de stripboeken gelezen en ik kan me niet voorstellen dat daar gewoon, en de Amerikanen zou het kunnen verneuken. Dat zweer ik je. Want joh, maar ik denk dat dit zijn Canadezen en Fransen en ik geloof dat die altijd creatief genoeg zijn om er een goed einde aan te breien. En ik denk dat het einde, ja, ik hoop dat het wel, iedereen zegt dat, ja, het moet in de Eerste Wereldoorlog gaan plaatsvinden of tijdens die periode. Het interesseert me zo weinig, weet je, maar het moet wel geloofwaardig zijn. Weet je, op een gegeven moment had iemand geopperd dat het in Japan zou moeten plaatsvinden. Ik zeg, nee, dat zie ik niet echt gebeuren. Weet je, het einde moet plaatsvinden wel in Europa of in Amerika, kan ook nog. Weet je, want Ezio is wel, of Desmond is, het is iemand die ik niet nakomelingen zie hebben in Japan. Weet je, maar wel, dus het moet wel, ik denk dat het goed komt. Maar ik verheug me wel op Revelations nu al, dat is, ja. Ja, historisch klopt het eigenlijk allemaal ook in Assassin's Creed. Het speelt zich nou allemaal in het verleden af. En met Desmond speel je in het heden. Lijkt het jou bijvoorbeeld iets als ze met het laatste deel, wat misschien pas in 2020 of zo komt, dat ze dan opeens met Desmond in deze tijd over auto's zit te rennen en dat je de Two Towers, nee, zei, die is er niet meer. Nee, maar, want ik denk dat dan weer de Desmond moet wel een einde krijgen, maar ik denk dat het dan meer toe gaat naar, god, nee. Dat, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Maar aan de andere kant, je wil wel, Jan, zien waarom Desmond daar zit en hoe hij daar gekomen is. Weet je hoe die Vidic hem heeft gekregen? Vidic? Zie ik nu eens kijken? Vidic? Ja. Ja, hoe hij hem daar heeft gekregen. Een beetje, in het stripverhaal staat uiteraard staan hoe ze zijn verraden, de tempeliers. Hoe de assassins zijn verraden door de tempeliers. Wat trouwens ook echt een aanrader is. De game is leuk, maar de stripboeken zijn echt alle drie de delen. Als je fan bent, koop ze, lees ze. En ik vond ze echt heel top. Dus dat, maar ik ben, nee, zeg ik op het eerste gevoel. Maar waarschijnlijk als het uitkomt, dan ben ik waarschijnlijk de eerste die hem speelt. Dus zo ben ik ook wel weer, ja. Ja, is allemaal leuk en wel, Ivo. Maar kijkers zijn altijd benieuwd. Kan ik nog iets winnen? Heb je eigenlijk een prijsvraag bedacht? Nou, volgens mij niet, maar volgens mij Ubisoft zelf wel. Dus, nou, kijk eens aan. Daar hebben we meteen een prijs. We hebben hier namelijk een heel mooi Assassin's Creed shirt. Voor mij een stuk. Dit shirt kan je dus winnen, getekend door mij met het bloed van Ivo. Ja, is een beetje lullig voor hem. We hebben een prijsvraag en de vraag is, hoe heet de stad waar het hoofdkwartier in zit van Assassins in deel 1? Dus dat hoor je te weten als Assassin's Creed fan. Weet je, met Al-Mualim. Stuur het antwoord op naar dit adres en dan kan je dit shirt winnen. Top! Nou, we zijn hier vandaag bij Ubisoft, samen met Ori Komen. Sorry. We zijn hier vandaag bij Ubisoft samen met Ori. Allemaal leuk en wel, maar heb je eigenlijk ook een prijsvraag voor je kijken? Nou, volgens mij hebben we eigenlijk, ja, ik weet het eigenlijk niet. Oh, kijk. Gooi is moeilijk, hè, Leo? Wat een acteur!